De actievoerende leerkrachten zijn vanmorgen bij DNA toegesproken door vicevoorzitter Melvin Bouva. Het is vandaag de 7e stakingsdag van de leden van de BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. DNA-voorzitter Simons had de vorige week donderdag beloofd een gesprek te regelen met de regering. Dat is tot nog toe niet gebeurd. DNA-voorzitter Bouva sprak de verhitte leerkrachten toe. Hij gaf aan dat inmiddels contact is gemaakt met de regering. Bouva ziet graag dat Valies en minister Robert Pernu via dialoog de situatie oplossen. Want het zijn de leerlingen die er tenslotte onder lijden, zei de volksvertegenwoordiger. De leerkrachten zijn hier. Ik ben het niet eens over het actiemodel. Laat dat duidelijk zijn, omdat ik vind dat de regering een duidelijk traject heeft uitgezet voor de herwaardering. Daar zijn al concrete stappen voor genomen en dat is duidelijk. Men krijgt overigens ook nog een compensatie van 375 SRD per maand totdat de uitvoering daar is. Dus ik denk dat de regering voldoende signalen heeft gegeven dat men wil komen tot de herwaardering. Er is geen politieke onwil, in tegendeel is er overeenstemming om dat te doen. Ik vind het jammer dat om welke reden dan ook de bond desondanks heeft gekozen om te kiezen voor dit actiemodel. Maar wij zullen niet moeten miskennen de behoefte, de noodzaak dat er is om in overleg te komen tot de oplossing. Heb je ergens het gevoel dat het een fete is tussen de minister van Onderwijs en de heer Valies? Dus op momenten bekruipt inderdaad dat gevoel mee. Maar ik denk dat het belang groter is dan wat mensen voelen, wat mensen denken in persoonlijke zin. Het is een zakelijk belang dat wij moeten kijken naar de zaak. De zaak van de leerkrachten, de onderwijsgevenden, waarvan ik denk inderdaad dat we na zoveel tijd en zoveel jaren moeten kijken naar de verbetering van hun positie. Het is de regering geslaagd om voor het eerst in zoveel jaar een traject daarvoor te hebben uitgezet. Aan de andere kant is natuurlijk ook de zaak van de leerlingen. Dat de leerlingen alle belang hebben om naar school te kunnen gaan, onderwijs te genieten. Ik hoor dat en ik lees ook dat SO's zijn uitgesteld en worden verschoven. Dat is pijnlijk, dat is niet goed voor ons onderwijsproces. Dus ook daar een zaak en een belang. Valies vindt dat de regering geen respect heeft voor de leerkrachten. Hij vraagt zich af waarom er tot nog toe geen contact is gemaakt met de bond. De BVL-voorzitter benadrukt dat de leerkrachten graag een oplossing willen. Zolang er geen oplossing is, gaan we de strijd niet opgeven. Er moet een oplossing komen. We zijn al jaren bezig te komen tot zeg maar, een goede conditie voor onze leraren. En het blijft steeds uit. Toch? We zijn al langer dan zeker 3-4 jaren bezig om te komen tot een daadwerkelijke herwaardering. Maar het blijft uit. En u kunt niet van de leraren verwachten dat ze dit maar blijven accepteren. Dus vandaar dat we nu op straat zijn. We willen dat er een oplossing komt. Het is geen persoonlijke feite tussen u en de heer Pernu? Helemaal. Ik heb totaal... meneer Pernu heeft een verantwoordelijkheid. Ik heb een verantwoordelijkheid. Het gaat om de belangen van de werkers. Men moet dat niet gaan relateren aan de relatie tussen mij en Pernu. Waar het bij mij om gaat en zal blijven bestaan, dat zijn de rechten van onze werkers. Dat zijn de condities waaronder onze werkers moeten arbeiden. Wij willen dat het goed gaat. Dat de mensen met meer plezier aan hun job kunnen doen. Daar gaat het bij ons om. En wat meneer Pernu zegt en wat niet zegt, I don't care about it. Ik heb geen boodschap aan die verhalen van meneer Pernu. Ik heb boodschap aan het belang, aan de belangen van de werkers. En dat staat centraal bij mij. Dus concreet, het gaat erom dat de herwaardering in orde moet zijn. We hebben een aantal items eisen neergelegd. En dat hebben we aan hun voorgehouden. Die herwaardering moet helemaal in place zijn. En bovendien, er moet door middel van overleg moeten we komen naar een oplossing. Het kan nooit zo zijn dat de regering alleen bepaalt hoe die herwaardering eruit moet zien. Terwijl we overeenkomst hebben. Beide partijen moeten daarover eens zijn wat de uitkomst betreft. En het kan nooit zo zijn dat de regering alleen bepaalt. En de regering conventies overtreedt. Dat kunnen we niet accepteren. Wilco Valies, voorzitter van de BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Op de 7e stakingsdag zijn de leerkrachten toegesproken door DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva.